Hallo, kom maar.
meter van rondrijdt, zijn die problemen dan toch niet? Je rijdt ook verdomme 50 tot 100 meter voor de coureurs. Van een rugschuur dan. Premie jongens. Premie. Premie van 5 euro. Komen op die ronde van het einde. Ook met het peloton komen we op 4 ronden van het einde. Nog 4 ronden jongens. Nog 4 ronden. Heel vaste Dirk. Nog 4 ronden. Premie jongens, premie. Vijf en vijf. Kom hier naar weg. Nog 3 ronde was, nog 4 ronde. Premie van 5 euro. Premie van 5 euro. Gaat hier naar nummer 27. Volgende ronde superpremie 25 euro. Volgende ronde superpremie van 5. Twee ronden van het einde. Twee ronden van het einde in deze grote prijs is tips. Hier te testen ook. Nog 2 ronden. Nog 2 ronden. Nog 2 ronden jongens, nog 2 ronden. Krijgen vooraan 11 koplopers. Laatste ronde. Premie jongens, super premie van 25 euro. Geschonken door de BVBA Auto van de Pauw. Premie, super premie van 25 euro. Super premie van 25 euro. Laatste ronde. Nummer 14, laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde. Dernier tour. Let's lap to go. Laatste ronde. Laatste ronde. Dernier tour. Let's lap. Laatste ronde. Dernier tour. Let's lap to go. Ja, en ze zijn nog met z'n 10, hè. Aankomst jongens, aankomst, de spurt werd ingezet. En het is Zekli die aan de leiding gaat. Aankomst jongens, aankomst, aankomst. Patrick Verdonk gaat hier het houden. Het is Verdonk en Vekemans. Ja, 55, 27. Voilà, en we krijgen nog een afscheiding van een man of 4. En dan een jagend peloton, de spurt op gang getrokken. Wisportief, blijf achter de Nadar afsluiting. Aankomst jongens, aankomst. 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 Ja.
zes Britannicaans zijn. Dit zou je oplossen. Dit is mijn was van David Guetta, Marten. Kom, laat ons naar huis gaan. Kom, wappen op. Dan draaien. Maar het is een tussen hier. Zijn je groep, hè? Goed, nou, houden we niet zitten door. We gaan direct in de zon. Kom op, hè. Voilà. Algemeen overwinnaar. Patrick. Proficiat. Mark Proficiat. Leuno Proficiat. Patrick. Met zijn elleven en weg. Goed erop gedraaid. En het dan afmaken in de spurt. Met haar klasbakken bij, zoals een zikkel en zo. Die ploeg. Nou, zo makkelijk was het niet, want de laatste ronde in de spurt weg. Toen zijn ik alleen nog toegegaan en toen kwam alles samen. Ja, dat is gewoon ook zo. Als je dat toe rijdt, dat alles samenkomt. Hoeveel is de overwinning? Tweede. De tweede. Mark? Ja, de eerste nu. De eerste. Had jij de mannen zien weggaan? Of dacht je, ja, ik moet maar één in de oog houden? Ik moet maar één in de oog houden, hè, maar toch, het was toch redelijk. Het was lastig. Ludo, als ouderdom zeker, als ik dat mag zeggen zo, op de minst, jongen. Met mijn gasten mee, zo, en ik heb zo opgevangen. De omloop was niet van de koers, maar wel degelijk. Een schone omloop. En dan stand houden in dat peloton. Zo bij de minst jongen, tussen al dat jong geweld. Ludo, de eerste overwinning. De derde. We gaan de bloemen geven en dan kunnen we... Ja, wacht. Nou, dat is fijn. De bloemen aan algemeen overwinnaar, hier de man in het midden. Ja, ja. Geef hem een applaus aan meneer Patrick Verdonk. In onze D-categorie krijgen we Mark Vekemans. En in onze E-categorie Ludo de Bakker. Voilà. Gaan we daar aan denken? Van Ethics. Voeding supplement bij Ethics. Ja. De vitamine voor na de sport. Voor ons is dat de koelsje aan de sport. Dat is niet goed met de foto, helemaal. Ja. Geef ze nog een applaus, dames en heren. Patrick Verdonk en Mark Vekemans. Ludo de Bakkering.